winterse taferelen in Pelamaas bij de bekendmaking van de LVK-finalisten. Weer halve finalisten uit Pelamaas. Manon en Bart uit Balder, Pimma Chatal uit Kessel, de Badjakkers uit Echel. En het was vierst hij in Kapel, want de Breurkes mogen als eerste naar de LVK-finale. We stonden nog een beetje, eigenlijk een beetje te horen met elkaar, zo van wat foto's te bekijken en eindelijk is hij in de camera binnen. Maar je ziet van hop, wat is dit dan? Ja, we waren helemaal verbaasd. Als eerste, ja, geweldig. Ik kan daar niks anders van zeggen. Maar de spanning is wel weg nou. Dat is ook hartstikke fijn in plaats van de andere jaren tot het einde wacht. Ja, zeker. Ja, dat is absoluut. Tuurlijk is dit vindt ze wat ze wil. Maar ik stond eigenlijk met de mond vol tank. Dat kun je niet duk voor, maar ja, super. En wij hebben helemaal geen gehuurd. Wij de radio nog, zit me gewoon doorzitten, want we huren hier niks. En op een gegeven moment komen ze binnen. Helemaal nog niet. Dus dat was wel heel erg leuk, als eerste. Ja, en vorig jaar hebben we zitten zweten tot op het laatste kwamen ze niet. We waren echt wel in een domper en nou stonden ze als eerste hier binnen. Ja, geweldig dat ze er wel bij zien, de Breurkes. Wat vindt ze zelf zo gewoon aan het liedje? Ik vind het thema daarachter vind ik leuk. Want het wie ik de tekst voor de eerste keer huurde, ik zoiets van ja, wat kennen allemaal, wat maakt dit goed? Doe eens de kapine in de rug van het, dat ze demons op de nek is en dat ze op die tolfelstijs en dat ze feestviers. Maakt allemaal niks goed met die dag. Het is een vrolijke bende. En het is een lekker uptempo nummer. De eerste keer dat we zo'n snel nummer hebben. Dus ja, het stijgt me heel erg aan. Ja. Even kijken, we mogen als 16e in de finale. Dus dat is wel een leuke positie. Dus, zeker aan het einde, dus dan... Ja, hij toen met zingen hebben ook, 16e. Nu zijn er 7000 mannen in het MAC. Dus dat is wel super, super. Ja. Wat zijn die favorieten zelf? Ja, ik vind het heel lastig dit jaar. Er zijn sowieso wel heel veel verschillende soorten liedjes. Hè, van echt de traditionele vastelovensmuziek van De Klomp of van Miserabel. Ja, en Bjorn en Mieke die hebben weer een heel poppy nummer. En Spik en Span die hebben ook weer een fiers nummer. Ik vind het heel lastig in te schatten wat het gaat weer dit jaar. Maar dan mag het alleen maar leuker. Hè. Ja.